Welkom, ritme 6 bij elkaar. Ritme 6 wordt een hele leuke uitdaging, want daaraan gaan we de low naar een ademhaling toe brengen. En we gaan ook weer de wak naar een ademhaling brengen. Oftewel, de ti, de tu, de da, de waks en de lows, die komen in ritme 6 bij elkaar. Ik ga hem eens even voor, in ieder geval uitspreken, dan weet je over wat voor zin het eigenlijk gaat. Ti, ta, da, lo, snif. Ti, ta, da, wak, snif. Ti, ta, da, lo, snif. Ti, ta, da, wak, snif. Met z'n tweeën. 1, 2, 3. Ti, ta, da, lo, snif. Ti, ta, da, wak, snif. 1, 2. Ti, ta, da, lo, snif. Ti, ta, da, lo, snif. Ti, ta, da, wak, snif. Ti, ta, da, lo, snif. Ti, ta, da, lo. Zo klinkt hij. Dan hoor ik weer het verschil tussen ti, ta. Tita da lo snif. Dus dan komen we eigenlijk al een beetje bij dat doorademen. Tweede stuk. Zorg er bij die low ook duidelijk voor dat je wangen vol komen met lucht. Dus low. Alsof er een hele grote aardappel naar voren komt. Low. Knijp. Wak snel. Dus dat je krachtig met die wak bezig bent op het laatst. En het begin, dat is die low. Dat ik daarmee dus die inademing, die snif kan genereren. Goed. Zo speel ik hem. Althans, zo gebruik ik de creatie. Naar ritme 7. En met de 7 ritmes zijn we er voor dit hoofdstuk eigenlijk doorheen. Maar met deze creaties, het zijn maar gewoon pijlers. Je kunt er zelf vele malen meer creaties uithalen. Dus ik zou je ook uitnodigen. Creëer zoveel mogelijk als dat er bij jezelf binnenkomt. Alles is goed, zolang je maar wel bewust wordt wat je doet. En dat je ook je klanken kunt sturen. Dus dat je weet wat je wil horen. Zodat je dat ook weer kunt sturen. Veel succes. Tot ritme 7. Doei doei.